Dus wat je ziet is dat we met een hele hoop mensen bezig zijn om de huid schoon te maken. De schroeven aan de voorkant in onderhoud te geven. De schroeven aan de achterkant onderhoud te geven. En we zijn de voorbereidingen betreft, dat kunt u niet zo goed zien, aan de onderkant van het schip. Waar we het gat gaan maken om de nieuwe motor in te kunnen brengen. En dat doen we met zo'n dik 200 man in de dag. 200 zoveel mensen ook in de avond. Dus dat is een flinke ploeg mensen die daarmee bezig zijn.